China is een land met 1,3 miljard inwoners. 90% hiervan zijn Han-Chinezen. De overige 10% van de bevolking bestaat uit 55 verschillende minderheidsgroepen die etnisch niet met de Chinezen verwant zijn. In het weelderige subtropische zuidwesten aan de grens met Myanmar, Laos en Vietnam leven 20 minderheden. De provincies Yunnan, Guizhou en Guangxi zijn etnisch dan ook de meest diverse regio van China. Wij kregen de gelegenheid er enkele afgelegen dorpen te bezoeken, ver weg van de platgetreden paden. We betreden het gebied van de Wa, die de berghellingen van het zuidwesten van de provincie Yunnan bewonen. Ze zijn met zo'n 350.000 en wonen er al heel lang, getuigen deze 3000 jaar oude rotstekeningen. De Wa leven in kleine gemeenschappen, in huizen gemaakt van bamboe en stro. Hun dorpsleven is weinig geëvolueerd, ondanks de grote veranderingen in China. De Wa geloven in de kracht van de natuur en in de geesten die er gehuisvest zijn. Ze waren tot half vorige eeuw koppensnellers. Zo versierden ze hun dorp met het afgehaakte hoofd van een lid van een vijandelijke stam om de boze geesten te verdrijven. Nu gebruiken ze hiervoor een buffelschedel. Deze mensen bewerken de valleien en leven van de landbouw. De rijstteelt vereist het ganse jaar door aandacht. De vrouwen doen aan huisarbeid en weven nog steeds op primitieve wijze de stoffen voor hun traditionele kledij. Een kennis die van generatie op generatie wordt doorgegeven en waar veel aandacht aan besteed wordt. De Wa houden van zingen, dansen en ceremonies, waarbij het ganse dorp betrokken wordt. Wij konden een ceremonie bijwonen die eenmaal om de 5 jaar gehouden wordt. De sjamaan van het dorp moet eerst een haan doden om de geesten van het woud gunstig te stemmen. In de jungle heeft hij een heilige boom uitgekozen die geveld wordt. De stam wordt daarna met veel gejoel met touwen het dorp ingetrokken. Dit heilige hout wordt later gebruikt om trommels of gereedschap van te maken. Het hele dorp zingt, danst en geniet van de sfeer en velen zijn traditioneel gekleed. Sommige dorpsbewoners bekijken het feest liever van op afstand en genieten van het spektakel. Een ander feest dat elk jaar in mei wordt gehouden is de Moni Hei Party. Iedereen wordt ingewreven met modder, die gemengd werd met honing, ossenbloed en assen. Het feest verdrijft de slechte geesten en brengt vrede en geluk. Iedereen heeft veel plezier en danst dat het een lieve lust is. We trekken verder naar een dorp van de Dai-minderheidsgroep. Ze zijn met ongeveer 1 miljoen en bewonen de valleien van het diepe zuidwesten. De huizen van de Dai zien er heel anders uit dan de mooie, ordelijke hutten van de Wa. Het geheel met golfplaten daken heeft een veel minder gezellige indruk en komt rommelig over. Wat ons opvalt zijn de schotelantennes. De Chinese overheid heeft ervoor gezorgd dat de staatstelevisie tot in de meest afgelegen gebieden van China te ontvangen is. Eigenaardig toch. Comfort is er niet, televisie wel. Ook de Dai houden van feesten.
In april maakten we een feest mee waarbij de zorgen en de geesten van het voorbije jaar verdreven worden. Eerst wordt het eten bereid op een wijze die er voor ons niet echt appetijtelijk uitziet. Over de hygiëne stellen we ons geen vragen, zolang het voedsel maar lekker en smakelijk is. Het hele dorp eet samen op het dorpsplein. Zoals in alle dorpen is het samenhorigheidsgevoel hier sterk aanwezig. Opvallend is de mooie, kleurige kledij van de vrouwen. Na het eten wordt het eetgerei verzameld en ook hier mogen de vrouwen zich ontfermen over de afwas. Daarna volgt een bezoek aan de tempel, want de Dai zijn overtuigde boeddhisten. De tempel komt ons zeer kitscherig over en is bezaaid met offergaven. Dit is echter heel typisch voor deze vorm van boeddhisme en voor een deel maakt het er ook de charme van uit. Een geleerde man, de dorpswijze, leest vooruit oude geschriften terwijl de mensen bidden. De tekst is geschreven en wordt voorgelezen in het Dai-dialect, dat niets met het Chinees te maken heeft. Na tempelbezoek wordt er gedanst en muziek gemaakt. Voor onze ogen speelt zich een kleurrijk tafereel af. Een groep mannen maakt ondertussen het vuurwerk klaar. Grote bamboestammen worden uitgehold en met de hand gevuld met buskruid. Buskruid is, zoals we weten, een van de oudste Chinese uitvindingen. Als de avond valt, begint het spektakel. Het vuurwerk en het Bengaals vuur knalt. Er wordt gedanst, gemusiceerd en gezongen tot het ochtendgloren. Onze volgende doelgroep is het Hani-volk. Dat bestaat uit 1.250.000 leden. Ze wonen op hoogtes tussen de 800 en 2500 meter en doen aan terrasbouw. De Hani aanbidden zowel hun voorouders als natuurgoden. Ze geloven dat alles een ziel heeft. De Hani zijn een hartelijk volk, maar ze zijn arm en hebben een lage levenskwaliteit tegenover de Chinezen en de andere etnische groepen. Hun levensverwachting is slechts 58 jaar en er is een vrij hoge kindersterfte. Hun huizen zijn eenvoudige betonnen constructies zonder comfort. Hun dorpen weinig aantrekkelijk. In de Hani-dorpen leven ook leden van de Yi-minderheid. We herkennen hen aan hun typische kleurrijke klederdracht met onder andere de twee vierkante lappen. Er zijn 6,5 miljoen Yi. Ze leven verspreid over de drie zuidelijke provincies, in valleien en op berghellingen. Niettegenstaande de eerder sombere indruk die we hier opdoen, komen we ogen tekort om alles in ons op te nemen, zoals het dorpsleven en de mensen in hun gewone doen. We willen de beroemde rijsterrassen van de Hani, want dat zijn ze, met onze eigen ogen zien. Het is februari en de terrassen staan onder water. Lage modderbanken houden het water vast en de watertoevoer wordt door de boeren zorgvuldig gecontroleerd. Op sommige waterpartijen groeien rozige bloempjes, wat een prachtig gezicht oplevert. Voor het plantseizoen worden ze zorgvuldig verwijderd. De brei zal nog dienen als varkensvoer. In mei worden de terrassen geploegd om het planten voor te bereiden.
Gezien de moeilijke toegankelijkheid van het terrein gebeurt dit nog altijd op traditionele wijze. De kiemplanten, die gekweekt zijn in speciale bedden, worden stuk voor stuk uitgeplant door de vrouwen. Nu kan de rijst volop beginnen groeien. De terrassen leveren echt schitterende plaatjes op. In het subtropische zuiden zijn 2 tot 3 rijstoogsten per jaar mogelijk. Tussen de rijstterrassen ligt nog een Hani-dorp dat we niet willen voorbijgaan. Zoals in elk Chinees dorp wordt er op straat gegeten. Verkopers wachten op kopers en mensen slenteren maar wat rond. Ook hier is de sfeer niet bepaald gezellig te noemen. Het heeft met de armoede te maken, maar ook met het weer. Hier regent het veel en het is vaak erg mistig. De minderheidsgroep van de Zhuang is met 17 miljoen mensen de grootste van China. Er leven veel goed geïntegreerde Zhuang in de steden van heel Zuid-China, maar een deel woont nog steeds in dorpen in zeer afgelegen en bergachtige streken. Wij kwamen terecht in een heel klein dorp, dat enkel te bereiken is per boot door een kilometerlange grot, bewoond door duizenden zwaluwen. Dit dorp werd pas in 2001 door de buitenwereld ontdekt. Het is gebouwd tussen kliffen en banyanbomen. Deze Zhuang zijn boeren en leven vooral van de rijstcultuur in de valleien en langs de rivieren. Ze gebruiken watermolens voor de bevloeiing. Op enkele jaren tijd is het dorp enorm geëvolueerd. In 2006 kwam er elektriciteit en werden naast de houten huizen ook bakstenen woningen gebouwd. Spelende kinderen vind je overal en zelfs hier kennen ze het elastiek springen. In elk dorp in China zorgt de oudere generatie voor de jongste en dat is hier niet anders. Het schoolleven is bij alle minderheidsgroepen beperkt. Er is enkel lagere schoolonderwijs. Als laatste bezoeken we een dorp van de Dong-minderheid. Ze zijn met 2.500.000 en wonen in dorpen in de valleien, omgeven door ruwe heuvels en bergen. De Dong staan bekend als architecten van houten constructies, zoals de wind- en regenbruggen. Deze constructies kunnen op gelijk welke ondergrond gebouwd worden en dienen als bescherming tegen de natuurelementen. Ook de trommel- of drumtorens zijn bekend. Het bijzondere hierbij is dat al deze constructies gebouwd worden zonder het gebruik van spijkers. Trommeltorens kunnen tot 15 verdiepingen tellen en tot 8 zijvlakken hebben. Nu doet de toren dienst als ontmoetingsplaats voor de dorpsbewoners en als woonplaats van de goden. Ook hier speelt een groot deel van het leven zich op straat af. Eten bereiden op straat, groenten en kippen schoonmaken in de rivier en misschien zich er daarna zelf in wassen, het kan hier allemaal. Eten is weerom dé sociale gebeurtenis bij uitstek en er wordt veel aandacht aan besteed. Dit Dongdorp is gebouwd langs de rivier, die mooi gekanaliseerd is. Donghuizen gaan door hun degelijkheid dikwijls meer dan 100 jaar mee. Op het gelijkvloers huizen de dieren. Op de verdiepingen erboven wonen verschillende generaties van een familie. Zoals alle minoriteiten mogen ze 2 kinderen hebben in plaats van 1, al hebben sommige families er meer. De Dong doen aan landbouw en houden vee. Ze verbouwen de beste rijst ter wereld.
We verlaten de Dong langs de mooi bewerkte dorpspoort en sluiten onze tocht hiermee af. Na onze bezoeken aan de verschillende dorpen moeten we besluiten dat de minderheidsgroepen als verborgen volkeren veelal traditioneel leven en hun eigenheid behouden hebben, niettegenstaande de zich opdringende cultuur van de Han-Chinezen. We moeten er echter rekening mee houden dat veel van deze mensen ongeletterd zijn en geen Mandarijn-Chinees kennen. Modern comfort is er onbestaande. De schoolse opleiding blijft bescheiden en de medische zorg is heel beperkt. De leden van de minderheidsgroepen staan op de onderste trap van de Chinese economische en politieke ladder. Toch zijn het allemaal vriendelijke mensen die de bezoeker hartelijk en uitnodigend verwelkomen. Ze maken alles samen de eigenheid van Zuidwest-China uit.